You should move to LA with your best friend. Ik heb mijn sieste klaargemaakt en het is vandaag lichtelijk bewolkt. Dus ik denk dat we even het stadje ingaan en even wat gaan lunchen en lekker een voetmassage doen. En dan gaan we daarna wel weer kijken wat we gaan doen. Misschien dat we later naar een beachclub gaan als de zon een beetje doorkomt. Trouwens, gisteren speelde een Nederlands elftal en Nancy wilde dat graag zien. En er is naast ons villa's ook zo'n sportsbar. Dus daar ging ik me eventjes heen. Ik bleef alleen 10 minuten, want I was so tired. Het begon pas om 12 uur. Nancy bleef volgens mij wel tot 2 uur, maar ik trok er niet. Dus ik ging naar huis en ik was KO en ik werd weer 6 uur wakker. Letterlijk elke dag om 6 uur stip word ik wakker. Dus ik werd wakker om 6 uur, toen hebben we ontbeten, bla bla. En toen heb ik dus nog even een dutje gedaan tot 11 uur. En nu gaan we pas de deur uit. Dit is voor het eerst dat we een beetje laat zijn. But we have holidays, so let's go. De outfit of the day is trouwens een oude fluffy two-piece van Ellie Sisters. Deze is helaas uitverkocht, maar het is echt still one of my favorites. Het vestje laat ik denk thuis, want het is echt veel te warm. Ik heb sneakers erbij, want we gaan best wat lopen, denk ik. We zitten bij een tentje. Lokaal heet het. En ik ga lekker een verse coconut nemen. En dit ga ik nemen. Dus het ziet er wel lekker uit. Ik heb weer lekker een coconut en Nancy en green juice. Food is gekomen. Ziet er allemaal lekker uit. We hebben heerlijk gegeten en we zijn nu weer in de spring spa. Heerlijk, we gaan een voetmassage nemen. En lekker relaxen. Met een mooi uitzicht hebben we. Let's go. De voetmassage was super lekker. We zijn nu terug in de villa. En het is heel hard gaan regenen. Of nou ja, eigenlijk, we renden al terug naar de villa. En toen zagen we een taxi. Zijn we ingestapt. Het was echt maar 2 minuutjes met de taxi. Dus nu gaan we denk ik even bij de villa chillen tot het weer gestopt. En dan gaan we even kijken wat we gaan doen. Als het zo blijft, denk ik dat we misschien wel naar een shopping mall willen, toch? Ja. Als het zo blijft. Maar ik denk wel dat het zo weer gaat stoppen. We gaan eten bij Tiger. Thank you. Hallo. We zitten nu in een restaurantje en we hebben de hele middag lekker thuis gezeten, want het regende en onze drive deed lang. Dus we gaan nu even bestellen. Jij weet ook wat we willen, toch? Oké, we hebben vandaag niet zo gedaan, we hebben gewoon zo naar shopping gekomen. Dus we gaan nu weer vloggen. Ik heb lekker een green tea besteld, miso soep, een soort van boontjes en sashimi. En er komt nog meer aan hoor. De sushi rollen zijn gekomen. Ziet er echt lekker uit. Ja, vind ik ook. Ben heel benieuwd. Oh, daar komt de boontjes. Thank you. Thank you. Nog meer is gekomen. En we krijgen nog meer van deze en we hebben echt veel. Ja, volgens mij hebben we van deze 3 smaken. Oh my god. Ja, het looks fair. It looks very nice here. We zijn nu in Seminyak Village. Ziet er cute uit. Good morning, het is vandaag woensdag en we hebben beide een mi goreng genomen en ons drinken wordt nog gebracht. Dus we gaan lekker eten. We hebben lekker gegeten, guys. Ik kom net uit de douche. En ik ben nu aan het werk. Elke ochtend ben ik hier aan het werk. Het is ook zo'n drukke periode voor Black Friday. Dus elke ochtend en avond ben ik aan het werk hier. Dat vind ik wel jammer, maar ja, dat hoort er natuurlijk bij. Ik ben nu een inkooporder aan het indelen. En dan gaan we naar een beachclub. En daar ga ik jullie zo wel meer over vertellen welke het is. Volgens mij heet die Alida, als het goed is. Mijn outfit of the day is een vintage sunglasses van Dior. Dan heb ik deze towel blouse aan met de towel bikini in het bruin en met het shortje erbij. En ik heb een lange broek mee voor als het wat kouder wordt. The sun is shining, dus we gaan lekker tannen today. En ik zal trouwens al deze items voor jullie linken in de description. Moet ik altijd filmpje erbij? Something okay, happened last night and Nancy is going to explain. Emma was already laying in bed and I was going downstairs. And then I said, oh my god, Amber, there's a huge fire. It was really this big. And then we called housekeeping.
And they came with three men and they removed the spider for us. But you have to see it, wait. It's so big. It was so big, wait. Is she screaming again, Amber? Yes. Amber was screaming. I was standing on the bed because I was afraid. Oh my god. Kijk, dit oog. Ja, gekke oog heeft hij ook. I was afraid, so then I couldn't sleep anymore. And then I checked under my night desk and I saw a dead spider. So we called him again and he checked our whole villa. Yeah. And then he took the dead spider and then they sprayed some extra that the spider. Yeah, that they don't come in the villa. It's so big. It's a big one, right? Yeah. And now I'm afraid everywhere. Now everywhere I go, I check if there's a spider. I thought there were no spiders in our villa, and then this happened. Yeah, but this is the first one. Yeah, oh my god. Let's hope it's the last. Guys, die spider was zo eng. Ik kon niet meer slapen goed. Ik stond gewoon als een psycho op het bed. En dan dacht volgens mij echt, wat is hij aan het doen? That's on your bedroom. No. This was, downstairs. Downstairs, but we found a dead one too, under the... On my side, on the bed. Because I had a feeling maybe there's something under my night desk. So I checked and I saw this. It was the same one, but it was dead. I was like, oh hell no, I've been sleeping here for 3 days. Yeah, but they were so sweet. Like, no, they came and checked the wall. Yes, they were so sweet. And then he just grabbed it, like if it was nothing. For me, like spiders, sharks are my biggest nightmares. Amber stond gewoon 10 minuten zo lang op het midden op het bed. Ik stond 10 minuten op het bed. Ik ging helemaal kijken onder de deken of wat was. En ik stond gewoon, ik durfde niet eens meer te zitten. Want ik ben bang dat er misschien meer zijn dat ze springen en zo. Vandaag ook, ik ging mijn kleding pakken, ik ging heel rustig kijken. Of niet dat je in mijn tas zat. I can't imagine how Amber screamed. Yeah, oh, I screamed very loud. I was screaming very loud. And I was laughing the whole time. Who knows, when I went in the water, I was screaming too, remember? Imagine me seeing a spider. If I see a spider at home, like little, I already scream. Like, imagine a spider this big. Yeah. But I didn't see it in real life. Like, I only saw it on the camera. I'm not scared, but I was a little bit scared yesterday. Het is trouwens een mooie zonnige dag vandaag. Dus we gaan lekker tennen. Joehoe. We zijn aangekomen bij Alila. Het is een hotel. Hier hebben we ook nog naar gekeken. We hebben toch voor die van ons gekozen. We hebben lekker een fresh coconut. En we liggen heel lekker hier. Ik ga straks ook lekker in het zwembad. We hebben lekker een spinach flatbread en some calamari rings. Dat is een kleine snack. Trouwens, je hebt hier allemaal rietjes. En opeens zag ik dat die helemaal ging vervormen. Toen dacht ik, van wat zal dit gemaakt zijn? Want ik weet dat ze het normaal ook van avocado shell kunnen maken. Maar die worden niet soft. Ging ik het vragen? Is het dus pasta? Je kan het gewoon ook eten als je wil. Hoe crazy. In het begin is hij dus gewoon echt hard. Zoals hier. En als hij dus in het water wordt het dus een beetje soft. Grappig, hè? We hebben lekker de hele dag gelegen bij Alila. We zijn net thuis gekomen. We hebben even snel gedoucht. En we gaan nu lekker eten bij Mason. En dan lekker slapen. We zitten bij Mason. Schattig kentje wel. Ik heb 2 kristallen gekocht. Eentje voor Lois. En eentje voor mij, dus een cadeautje voor haar. En ik ga lekker een colaatje drinken. We zijn nu even aan het kijken wat we gaan bestellen hier. En door de hitte zie ik dat mijn camera best wel vaak blurry is trouwens. We hebben aardig een volle tafel nu. Deze burrata was heel lekker. Kippetje, corn, pastry. En dit is gefrituurde aubergine, heel lekker. Eet smakelijk. Schattig tentje dit hoor. Na het restaurant kwamen we een spaatje tegen, dus we gaan lekker voetenmassage doen. En daarna gaan we richting de villa. Didi. Good morning, het is vandaag alweer donderdag. En ik ben deze keer voor de pancakes gegaan. Ik ben heel benieuwd. Ik heb al 2 dagen een beetje buikloop en misselijkheid. Dus ik ben benieuwd of dit de Bali Belly is. Dus ik hoop dat het na vandaag weg is. Meestal duurt het maar 2 dagen of zo. Dus let's hope dat het wat minder gaat worden.
Het is inmiddels 11 uur. Ik heb net lekker gedoucht. Gelukkig gaat het met mijn buik iets minder, maar het borrelt nog steeds wel erg. Wij worden om 12 uur opgepikt en dan gaan wij surfen in Kuta. Ik heb volgens mij één keer gesurfd toen ik jong was, but that's a lot of time ago. Dus ik ben benieuwd of ik het nog kan. Maar het is gelukkig lage golven, dus ik denk wel dat het gaat lukken. Ik ben nu even het werk aan het doen. Het is morgen bij ons Black Friday. Dus ik moet nog wat content maken. En gaan we lekker genieten van deze dag. Het is een beetje bewolkt. Er was in de ochtend wel zon. Dus ik hoop dat de zon nog door gaat komen. In de avond willen we even naar Denpasar. Want ik wil van die Wiro kopen. En we willen daar soto eten. En in de avond gaan we gewoon lekker bij ons in de straat daar naar eten. Gewoon een Mexicaanse restaurantje. Ik ben even vergeten. Weet jij hoe die heet? Mexicaanse restaurantje? Nee. La nog wat of zo. La con nog iets. Anyways. Yeah. Anyways, ik heb one of my favorite bathing suits aan van LA Sisters. Ik zal dus linken voor jullie in de beschrijving. Is het zo mooi. En heel comfy. En ja. Nu heb ik niet echt zoveel. Ik ben wel echt bruin geworden nu. Ik heb wel echt een kleurtje gekregen. So I like that healthy glow. Het is nu inmiddels 12:30. Ik heb vanochtend deze video gemaakt en ook geëdit voor Black Friday. Dus dat staat klaar. En nu worden we zo opgepikt om te gaan surfen. Het is helaas een heel klein beetje regen. Dus laten we hopen als we daar aankomen dat het niet meer regent. Dus we gingen toch in Seminyak surfen. Dus we zijn er nu naartoe gereden. Maar het regent nu echt best wel hard. Dus het is niet zo leuk om nu te gaan surfen. Je surft ook letterlijk niemand. Oh, je wel daar een paar. Twee. Helaas regent het nog steeds. Dus we gaan eventjes snel een burgertje halen bij Burger King. En dan gaan we geurstokjes kopen. Wier ook bedoel ik. En zo te eten. Oh, mozzarella cheeseburger. Ik ga gewoon een cheeseburger nemen, denk ik. Ja? We zijn aangekomen bij een winkeltje waar we bier ook gaan kopen. Poetoe zegt dat deze heel goed is, dus ik ben benieuwd. Oké, guys, even een update. Het regent echt super hard. Dus we zijn nu even soto gaan eten in voor het eerst echt een local tentje in Denpasar. Ik ben heel benieuwd hoe die soto is. En ik denk dat we daarna maar naar de spa gaan. Ik vind het echt heel jammer. We hadden echt zin om te surfen. Misschien klaart het nog open. Ja, ik hoop het. En zo ziet het tentje eruit. Ik ben echt benieuwd hoe deze soto is. Nice. Eet smakelijk. Poetu, say hi to my vlog. Ziet er echt lekker uit en het ruikt heel lekker. Het ruikt echt goed, jam. We zitten bij een Mexicaans tentje bij ons in de hoek. En ik heb helemaal niet meer gevlogd, maar we hadden een 2 uur lange massage. We hebben nu lekker dinner. Good morning girls, het is vandaag vrijdag. Het is trouwens nu 12 uur in Amsterdam. Dus de Black Friday is van start gegaan. Ik zie al heel veel bestellingen zo. I'm super excited. Vandaag gaan we uitchecken in onze villa. We gaan nu 3 nachtjes nog slapen in Uluwatu in de Radisson Hotel. Dus we gaan nu voor het eerst even ontbijten in het restaurantje, want die hebben een ander menu. We zijn ook al klaargemaakt. Het is nog redelijk, volgens mij is 9 uur. Koffer is al gepakt. En ja, ready to go. Ik heb gisteren niet heel veel gevlogd. Ik was een beetje moe en niet echt in de mood. Vandaag ben ik ook een beetje niet echt in de mood. Maar ik ga wel een beetje vloggen, want het is wel leuk. Omdat we naar een nieuwe plek gaan. Guys, de breakfast in onze villa was super lekker. Maar de menu hier is veel groter, uitgebreider. En dit tentje heet trouwens Sari. En dat is een van mijn lievelingstentjes ook in Nederland. Indonesisch, Sari. Is toevallig. Dus ik ga even kijken wat ik ga nemen. Ik heb een breakfast burger. En Nancy heeft avocado toast. Ziet er echt lekker uit. Het is smakelijk. Oeh, met ei. Lekker hoor. We drinken eventjes onze cappuccinootje hierop. Voordat onze driver ons komt ophalen. De luggage is ready. En dan gaan we. We gaan naar Face Day. Ja, hebben we heel leuk. We hebben dat op TikTok gezien. En dan krijgen we een gezichtsmassage. En dit is echt. Ik hou van gezichtsmassage. Misschien dat is echt dat is mijn lievelingsdenk. Ik ben benieuwd. Ik ga gewoon 5 minuten. Ik vind het zo lekker. 5 minuten aan je gezicht. Oh mijn god, amazing. Anyways, en daarna gaan we richting Uluwatu. Dus that's the planning of today. We made it to Face Day.
Ik ben heel benieuwd naar deze. Oh. Zo leuk. Hallo. Hallo. Zo. Waar heb jij mij mee naartoe genomen? We zijn net klaar bij de feestmassage. Het was echt lekker. En daarna ging ze met ijskoude dingen erop. Mijn gezicht is echt zo refreshed right now. En de zon schijnt een beetje. Dus we gaan lekker naar een beachclub. Nu kan ik even een raampje. Kijk, nu kan ik eindelijk een goede film maken. Kijk hoe groot dit beeld is. Oh. Dit is het grootste beeld. Wie was het ook? Oh. Shiva? Nee. Oh. Very nice. Oh. We gaan ergens in. We gaan in. Very nice. We zijn even uitgestapt. Hoe heet hij, Nen? Putu, what was the name? Garuda. Garuda. Vishnu. Kanchana. Garuna Vishnu Kanchana. Ik heb het verkeerd gezegd. Oh, the pretty. We zijn aangekomen bij ons resort. We slapen in het Radisson. Ik ben benieuwd of het mooi is. Denk het wel. We zijn net aangekomen in ons hotel. En dat ziet er allemaal goed uit. Dit is de badkamer. Helemaal mooi. Je ziet wel dat het, die villa waar we waren echt nieuw is. Maar dit ziet er ook echt gewoon top uit. Alleen ze hebben ons 2 single beds gegeven. Dat vind ik altijd zo weird. Jij toch ook, Nen? Ja, yeah, dat is liever normaal. Ja, liever gewoon zo'n king size. Maar volgens mij hadden we king size aangevinkt. But I'm not sure. En dit is een balkon. En we kijken uit op het strand en op het zwembad. Even kijken hoe dit open gaat. Even kijken hoor. Ze hebben monkeys hier, dus we moeten daarvoor oppassen. Wacht. Oh, ik krijg het niet open. Oké, ik heb hem eindelijk open gekregen. Dan komen we hier op ons balkon. Groot balkon ook. En dus daar het zwembad. En daar is het strand. Kijk hoe groot het balkon is, guys. Heel groot. Tutu. Helemaal chill dit. En we gaan hier lekker gewoon... We gaan hier denk ik niet heel veel doen. Wel naar beachclubs, want er blijken dus hele mooie beachclubs te zitten hier. Maar we gaan nu even snel onze bikini aandoen en richting de pool. En we liggen lekker hoor. We hebben lekker gelegen bij de pool en ik kom net uit de douche. Ik heb even heel snel alleen een poedertje op mijn gezicht gedaan. En ik ben nu klaar. Lipglossie op, very important. We worden nu weer opgehaald, want we gaan naar een soort van ceremonie kijken bij een tempel met vuur. Dat raden onze driver heel erg aan om te doen als je Uluwatu was. Dus dat gaan we vanavond doen en daarna gaan we eten bij... Ik weet niet waar we gaan eten, maar... Trouwens, mijn outfit of the night is deze twist dress van LA Sisters en ik zal dus weer linken. In de beschrijving. Kijk trouwens deze view, guys. Insane. Oh, kijk die monkey. Oh, kijk een aapje. We zijn nu onderweg naar de tempel. Oh, mooi, ja, view. Mooi. Mooi view on the beach. I like, I like. En dan klaar. Ah, Karia. Kom. Mama is helping me. Ready? In ieder geval. We lopen nu, oeh, zo'n blurry. We lopen nu naar de tempel. We hebben beide een mooie sarong aan. Waar is Poetel? Ik weet het niet. Hij zou naar die fire dance gaan. Ja. We lopen nu. Hoe heet het nou waar we vanavond gaan eten? Ik was het vergeten. Taboe. Taboe. Daar gaan we eten. Oké, Poetu ging dus kijken om tickets te kopen voor de eerste show, maar die is dus sold out, dus we moeten nu 1,5 uur wachten. Maar hij zegt het is echt de moeite waard, dus we gaan 1,5 uur wachten. Dus we gaan even bij de tempel hier rondlopen. Nancy. En we gaan nu, er is een white monkey hier. Wacht, ga je maar even lezen, dan kan je er ook op. Ja. Yeah. Vertel even, we gaan even dat verhaal vertellen. Er is dus een albino monkey hier. Ja. En die zit dus in een kooi. Dat vind ik best wel zielig. Maar ja, dat doen ze, want anders wordt hij aangevallen. Ja, om te beschermen, anders wordt hij aangevallen door de andere apen. Zielig. We gaan hem even zien. In een kooi vind ik ook zielig. Maar we gaan dus even kijken naar die aap. Ja, oké. De monkey. Kijk uit, de albino monkey heet hij. Oké, we lopen dus. Wat mooi die sarong hoor. Ik vind hem ook mooi.
Ja, dus we moeten best wel even lang wachten. Nee, maar ja. Een lekker rondje hier lopen toch? Ja. Hier zit hij denk ik in. Oh, is dit hem? Oh nee, dat is hem. Oh my god, kijk die apen. Hij gaat je pakken. Oh, white monkey, daar. Kom, we gaan nu hier naar boven. Ja. We gaan hier naar boven. Waarom loopt niemand hier? That's suspicious. Zit hij in dat kooitje daar? That's weird. Oh, that's suspicious. Ik zie hem al daarboven. Ik niet. Jawel, ik zie hem. Oh, hij is een albino. En als hij dus vrij is, kijk, dan wordt hij gepest. Dan wordt hij dus aangevallen door anderen. Kijk, zie je hem daar? Kijk, daar zit hij. Oh, kijk nou. Hij moet iets meer naar links gaan. Als ze komt hem een banaan brengen. Ah. Oh, kijk, zie je wat er gebeurt. Oh, dat is niet lief. Ze gaan hem dus aanvallen. Zielig, omdat hij anders is, zei Poetoe. Vind ik echt zielig. Hé, hey, Nen, je wil aangevallen worden door monkeys, fucka of wat? Doe dan. Doe ook maar je vinger erin. Mij niet bellen hoor. Ik sta op een gepaste afstand. He's white, yeah. Maar ik vind het wel zielig dat hij in zijn eentje in die kooi zit. Is geen albino. Dat zeggen ze aan. Oh my god, wat de fuck is dit? Ik schrik me. Kijk het uitzicht hier bij het water, hoe mooi is dit. Die lucht ook. Echt niet normaal. En dan straks daar gaan we straks de show kijken. De fire dance. Maar dat gaan we zo zien. Kijk hoe mooi dit. We zijn best wel hoog nu. Ja, zag je dik die hemel was? Ja. Wauw. We moeten nog nu, denk ik, hoe lang nog wachten? 40 minuten of een uurtje. Maar we hebben echt een amazing sunset. Dit gaat niet normaal zijn deze keer. Het gaat de mooiste sunset worden, want het is eindelijk een beetje onbewolkt. Yeah. Wauw, that's crazy. 2 uur later en we zitten. Mensen gingen echt als sardientjes allemaal plakken. Anyways, we hebben een goede spot. Wij hebben gewoon lekker eigenlijk gewoon rustig gechilled totdat iedereen ging lopen. Toen dachten we, nou, we gaan wel. Nou, ben heel benieuwd. Snap je? Zaterdag. Ik was wel redelijk vroeg wakker. 6 uur. Toen ben ik even verder gaan slapen. En nu is het 9 uur. En ze hebben klaargemaakt. Even snel gedoucht. Even snel een outfitje aangetrokken. Ik heb weer een witte bikini aan van Ellie's Sisters. De Triangle Bikini in White. Ik zal dus linken in de beschrijving. Wij gaan vandaag naar Sunday's Beach Club. We gaan nu even lekker ontbijten.
En dan gaan we richting daar. En dan gaan we daar lekker de hele dag lekker liggen. En lekker lezen. Misschien nog activiteiten doen. Want Nancy zei net dat je ook kon snorkelen en zo. Dus ja, ik heb er zin in vandaag. En het is ook lekker zonnig. Zo. We zijn helemaal ready. For today. Daar is dus het strand. Dus daar gaan we heen. Lekker hoor. Bij dit hotel is er een buffet. Oh, wel een groot buffet. Wat zijn die borden? Borden. Even kijken hoor. Oh, hier Nen. Borden. Oh, wel een lekker groot buffet. Even kijken waar ik trek in heb. Alright, we zitten lekker bij het ontbijt. Ik ben rustig begonnen. Ik heb een broodje, croissant en een chocolate croissant. En daarna ga ik lekker fruit nemen. En wat andere dingetjes. Ik ga lekker een broodje met jam nemen. Ik ga daar trek in. En ik ben echt blij dat het een mooie dag is. We zijn hier nog maar, even kijken. Volgens mij twee dagen. Twee dagen ja, en dan gaan we naar huis. Dus I want my tent to be on point. Dus dat betekent dat ik goed ga zonnen vandaag. En ja, ik heb er zin om te vloggen. Misschien kun je het ook wel zien in de content. Ik had twee dagen niet zoveel zin om te vloggen. Ik had echt extreme buikpijn. En ik was ook gewoon een beetje moe. Want ja... I don't know guys, ik kom hier toch een beetje voor mijn holiday en aan het eindstand ben ik toch elke ochtend en elke avond gewoon aan het werken op mijn laptop. Maar ja, dat hoort natuurlijk bij en vloggen, ja, doe ik ook nog en die moet ik toch wel doen. Dus ik had gewoon even twee dagen geen zin. Vet. Ik ga deze laatste dagen veel voor jullie vloggen, zodat ik nog een tweede leuke Bali vlog voor jullie kan uploaden. Want jullie zeiden dat jullie die Bali vlog de vorige heel leuk vonden, dus this is another one. We made it to Sunday's Beach Club. Kijk dit uitzicht. Wauwie. Ik ga nu naar beneden. We zijn ingecheckt. We hebben een Fitbitje geboekt. Want we vinden die beanbags niet zo lekker liggen. En die zitten op het strand. En deze zit een beetje aan het zwembad. Op het strand. Maar volgens mij is die kabelbaan kapot. Want normaal ga je met een kabelbaan. En nu gaan we... trappen lopen. Ja, gelijk een workout gedaan. We lopen nu aardig wat trappen. Dus on the way back, it's gonna be hard. En deze treden zijn hoog. Ik voeg al mijn benen. Ik heb ook lang niet gesport. Als ik terug ben, ga ik wel weer Pilates oppakken. Welke kenning? Ja, dat is zo leuk. Echt, I love it. Maar we komen er bijna hoor. Kijk, en dit is die kabelbaan, maar Nen las op de site dat hij het niet deed ofzo, of dat hij aan de construction is. Een restructure, want kijk, dan ben je er zo hè, dan is het leuk. Ja, Nen, ik voel me nu al kapot. Oh, nou, ik vind naar beneden loopt altijd wat chill. Ja, maar ik span altijd mijn benen aan. Anyways, guys. We zijn er bijna. The beach is amazing, because it's blue water, clear. Because we're in Uluwatu. Wowie. Wij liggen hier. Maar hier ziet er ook leuk uit hoor. Kijk even hoe mooi. Amazing. Het is zo lekker hier. We hebben nu lekker een fresh coconut besteld. En some guac. Ik dacht mole. We gaan lekker de hele dag hier liggen. Ik ben op bladzijde 100 met mijn boek. Er zitten 300 bladzijden in. En ik wil dus eigenlijk nog maar uitlezen. Dus we gaan even tempo maken. Levend hoor dit. We beginnen met guacamole. Lekker weer een, hoe heet dit, coconut. Nancy heeft lekker een cappuccinootje erbij. En een coconut. Gaan de dag niet beginnen. Nog een drankje. Gaan we helemaal goed hier. Ik ga straks lekker... deze even lekker gebruiken. We liggen helemaal lekker hier. Echt heerlijk, hè? Ja,
I love it here. Ik zeg net in mezelf, life is good. Echt, I love life. So happy right now. Wat gaan we vandaag doen? Nancy zegt, we gaan vandaag optimaal genieten. Optimaal genieten. Laat even jouw mooie badpakje zien. Van welk merk is dat dan? Het heet volgens mij LA Sisters. LA Sisters, wat klinkt dat leuk. Leuk hè? Ja, waar staat het voor dan? Het staat voor Lois en Amber. Echt twee leuke meiden. Zo mooi. I like. Nou, hij staat je echt mooi. Oh, dank je. Body hoor, meity. Ja, hij staat je echt mooi, Nen. Het is toch amazing. Ik heb lekker een cheeseburger besteld. En Nancy heeft een picatinny of zo. Nou, we liggen nog heerlijk. We hebben een heerlijke dag gehad bij Sundays. En we gaan nu de weg naar boven. We moeten eigenlijk dit stukje, maar dat zie je. Ja, het is echt heel hoog. We moeten helemaal naar de top dus. Maar het heeft heel klein beetje geregend op het eind. Maar het is gestopt. Dus let's go. Alright, het is inmiddels 8 uur. En ik heb eventjes snel gedoucht. Mijn haar is nog nat. Outfit aan van LA Sisters. Ik ga deze link vinden in de beschrijving. Kijk hoe leuk deze is. Zo cute. Wij gaan nu eten bij Gooseberries. En ja, dan gaan we naar huis. Het is vandaag onze laatste volle avond. Dus we gaan lekker genieten. Let's go. We zijn aangekomen bij Gooseberry. Cute hier. We zitten bij ons tafeltje. En we zien hier dus nu die Gooseberry. Ik heb wel eens een collab met hun gehad, maar ik wist dus helemaal niet dat dit dus hun restaurant is van het merk. Ik dacht al, het is hetzelfde, maar het is literally dus van het merk en het luxury merk. Hoe leuk, het is echt een mooi restaurant, ik ga het even aan jullie laten zien. Kijk, so pretty. We hebben lekker tuna tataki. Alleen, waar is de saus? Ik dacht dat het in saus zou zitten. Ja, dat is de Japanse stijl. Dit is, ik weet niet. Ik hou van ponzu. Anyways, dit is gnocchi. Nou, eet smakelijk. We zijn bijna klaar met eten. Nancy heeft nog een toetje besteld. Wat had je nou besteld? Lemon tart. Trouwens, guys, fun fact about me. Ik hou niet van toetjes. Ik eet altijd maar één hapje en dan I'm okay. En ik hou heel erg van toetjes. Ja, ik heb de hele vakantie geen toetje gegeten. Ja, dus omdat het elke keer moest zijn. Dus ik zeg, je moet een toetje nemen. Ja. En we hebben trouwens ook een toetje besteld voor Kutu. Onze laatste avond. Ik zag trouwens een comment onder mijn vlog dat iemand zei van... een klein gebaar, misschien kan je take-out meenemen voor je drive. Omdat ik zei dat ik het zielig vond als je moet wachten. Oh, yeah. Maar ik zei, ja, we vloggen dat niet. Maar we nemen eigenlijk in elk restaurant nemen wij take-out mee voor hem. En dat vindt hij altijd, ja, dat vindt hij heel lief dat we dat doen. Yeah. Want zelfs zijn dochter, die vroeg, hij vertelde het van ons. Zijn dochter, die vroeg aan ons van, wie zijn eigenlijk je klanten? Want je krijgt pizza, je krijgt sushi. Dus en wilde, toen liet hij foto's zien van ons. Ook bij gebruik op jouw camera. Je bent echt getint, lekker meid. Minimaal. Dus nu hebben we een chocoladetaart voor hem besteld. En die kan hij dan vanavond met zijn kids eten. Want het is our last night en morgen gaan we naar de airport. Ik vind het wel jammer. Ik zit net lekker in die island vibe. Maar ja, ik zeg je heel eerlijk, ik vind het ook wel weer lekker om naar huis te gaan. Lekker werken, die routine. Ja. Lekker weer naar Pilates, naar yoga. Money zien, ik mis Money echt, hè. En ik mis Money echt, mijn kleine baby. Ik FaceTime wel met hem vandaag nog. Dus het was even lekker. Hoe laat is het eigenlijk? Het is 9:45 nu. Morgen, ik hoop dat we morgen nog mooi weer hebben. Ik hoop dat we morgen weer hebben en willen we naar het champagne gaan. Maar ja, dat ga ik morgen wel met jullie filmen. Nou, hier komt het toetje. Hij wordt bij mij gezet net. We gaan hem wel delen. Ja. 2 spoons. Dit is toch fantastisch? Kijk. Ja, kijk, die bovenkant die vind ik wel lekker. Maar kijk op die filling. Ik haal die hele bovenkant eraf. Thank you very much. En Nancy is even wat comments lezen onder mijn vlog. Ik zeg, lees even. Er zijn zoveel positieve, lieve reacties over jou. Ja, bedankt allemaal. Ze vinden je allemaal lief, Nan. Ja, ik vind jullie ook lief. Zal ik deze verreviewen? Oh mijn god. Zal ik deze verreviewen? Ja, doe jij even een review.
Ja? Lekker zuur. Ik ga ook maar proeven. Ook ga je alleen de bovenkant proeven? Ja, zeker. Oh, die bovenkant is heel lekker. Lekker, maar ik proef ook eens die zuur. Ja, maar die trekt me niet zo, to be honest. Ja, maar die combi is lekker. Doe gewoon een heel klein beetje. Oké, dan film ik mezelf. Ja. En? Nee? Nou, slokkie wijn erbij. Ik hou gewoon niet zo van toetjes. Ik ben echt van die hartige dingen. Ja, of echt snoep. Ik probeer allemaal wel vaak over te halen. Ja. Dan neem je toch lekker die bovenkant. Oh, we hebben iets niet verteld. Wat? Dat ik heb gesnorkeld vandaag. We gingen vandaag snorkelen. En we gingen ook paddleboarden. Maar kijk, nu gingen we snorkelen waar ik kon staan. Er waren veel vissen. Maar het water was vlak. En ik ga ook thank you. Thank you. Kijk, hier is ons taartje voor poetoen. Maar ik ging gewoon goed snorkelen. We hebben zeker wel echt, ja, ik weet niet hoe lang, best echt wel lang. Heel lang, heel gesnorkeld. We hebben vissen gezien, een beetje door het koraal gezwommen. Dus guys, ik ben niet geheel bang voor snorkelen. Maar in die setting bij de dolfijnen vond ik het gewoon te eng. Ook omdat ik wist dat de dolfijnen er ook ergens waren. Maar niet waar wij snorkelen. Ja, maar dat was wel even 5 minuten naast elkaar. You never know where they are. Kijk, ze hebben trouwens ons hotel echt leuk gedaan. We zijn nu bij ons hotel, we gaan uitstappen. Goedemiddag guys, het is vandaag zondag. Wij hebben vanochtend lekker ontbeten hier en de hele tijd bij het zwembad gelegen. We hebben net gedoucht, ik heb me net klaargemaakt om nog even wat te lunchen. En we gaan nog even wat rondrijden in het stadje. En daarna is het tijd om naar het vliegveld te gaan. Ik heb trouwens een nieuwe soort make-up look ontdekt. Ik heb dus nu geen foundation op. Ik heb alleen poeder, een heel klein beetje concealer hier onder mijn ogen. En blush en lip gloss. Niet eens mijn wenkbrauw of zo. Maar nu is mijn gezicht iets donkerder van zichzelf. Dus nu hoef ik eigenlijk geen foundation op. En het is wel eigenlijk veel lekkerder om zo'n soort make-up op te hebben in een warm land. Want je gaat toch zweten. Anyways, ik heb nu eventjes een sportsetje aan. Ik ga mijn korte legging vervangen met een lange legging als ik in het vliegtuig inga. En daarover heb ik de LA Sister Zipper hoodie. In het zwart. Dat is mijn airport fit. Ik denk dat we nu klaar zijn om te gaan. Ik heb niks in mijn haar. Helemaal fluffy is het geworden. Anyways, ik ga het missen, but it's ready to go home. We gaan trouwens lunchen bij Hours. Nancy heeft het daar al een hele tijd over. En Nen. Ze zegt, ze heeft veel filmpjes van dat restaurant gezien dat het lekker is. En ik heb een hele mooie jurk gezien. En het zit er schuin tegenover. Dus wil ik even gaan kijken. En we wilden eigenlijk naar een beachclub gaan. Vandaag. Maar we moesten best op tijd uitchecken. 2 uur. We hebben wel late check-out gedaan. Maar na 2 kon het niet. Dus we wilden wel gewoon lekker fresh zijn als we het vliegtuig ingingen. Dus ja, we gaan nu vertrekken. Zitten we dan? Ready to go home. Heel lekker zuurtje. Ja. Eerst even eten. De hours. Ik ben benieuwd hoe het is. Ik ook. En dan gaan we nog eventjes. Oh, ik heb net al verteld wat we gaan doen. Oh. Ik ben wel benieuwd in dit lunchdingetje. Ik heb hem zomaar gehyped. Ja, je hebt hem echt gehyped. Ik heb vandaag zo lang geslapen, guys. Ik sliep letterlijk om 11 uur. Nancy sliep pas 12:30. Ik sliep om 11 uur. Toen werd ik om 8 uur even wakker. En toen ben ik weer in slaap gevallen tot 11 uur. Nee, 10:30. Tot Nancy me wakker maakte, anders zou ik nog verder slapen. Oeh, lekker fucking bruin. Misschien komt het door het licht. Ik denk dat het door het licht is. Nee, we zijn het. Maar het licht komt van achter. Nee, we zijn wel echt bruin hoor. Kijk, want hier zijn we hetzelfde. Kom eens, jij. Jawel, we zijn gewoon heel bruin. Ja, we hebben echt een lekker kleurtje gepakt hier hoor. We zijn even teruggelopen naar de kamer, want ik was opeens mijn mobiel kwijt. Dan lag ik gewoon nog in de kamer, dat is echt niks voor mij. Nou hoor, Nancy, is echt meer een Nancy-actie. Klopt. Is er veel met mij omgegaan? Ja, Nancy heeft me aangestoken met haar dingen laten vergeten, slingeren. Ik ga een stuk.
En ik voelde wel al dat ik iets was vergeten. Ik denk, ik voel zo licht. Nou, het was mijn mobiel dus. We made it to Hours. Leuke naam dit, Hours. Van hun, denk je? Nee, niet. Kijk hoe lief dit hondje, guys. Voor mijn gevoel hebben we trouwens best wel weinig zwerfhonden gezien in Bali. Je zag ze wel af en toe, maar gelukkig... Oh, dit is geen zwerfhond. Hij heeft een halsband. Ah, zo lief. Ik heb weer lekker een breakfast burger. En Nancy heeft een tuna bowl. Wel, eet smakelijk op onze laatste dinnertje hier. Of nee, ja, lunchje hier. Yay! Hoe leuk is deze bril? Leuk deze. Ik ga nu deze witte jurk passen. Heel mooi. Ik heb de jurk aan. Ik had hem dus al in de etalage gezien een paar dagen geleden. Maar die sleeve is eigenlijk echt veel te wijd. Dus ik zit even aan het kijken of ik deze kan strakker maken. Dan ga ik hem kopen en anders helaas niet. Want alleen als de sleeve strak is, is hij mooi. Het is wel echt een hele mooie jurk. Alright, de dress en de zonnebril is toegekocht. Ik kon het niet strakker maken, maar ik kan het wel een heel klein beetje doen. Dus dat ga ik wel doen als ik thuis ben. Maar ik vond het echt een mooie jurk. En een leuke aandenken aan Bali. En Nessie heeft ook iets gekocht. Een heel mooi linen setje. Heel pretty. Dat vind je echt heel mooi. En dan nu is het alweer 4:30. Oh, dat gaat best dus snel. Ik denk dat we al zo richting de airport gaan. Even een massage mee. Ja, we willen eigenlijk nog een massage doen, maar waar? Daar zag ik nog 30 minuten. Kun je een massage doen? 30 minuten voetmassage om het af te sluiten. Ja. Gaan we dat doen? Ja. We gaan even naar de supermarkt, want we willen wat Indonesische snackjes of snoepjes kopen. En die gaan we dan even voor jullie testen op het vliegveld. Dat is wel een leuk idee, een mini mukbang. Oké, we hebben wat snoep uitgekozen. Dit ziet er echt niet tevreden uit, dit. Maar we gaan het proberen. Nou, we zijn weer aangekomen bij de airport. Opeens heel verdrietig. Nee, grapje. Maar opeens denk ik, nee, ik wil nog helemaal niet gaan. Maar ja, ik wil ook wel weer wel gaan. Zo, we pakken. Nou, we zijn door de security en door de paspoortcontrole. We moeten hier weer mondkapje op. Maar we gaan nu eventjes bij de winkeltjes kijken en dan gaan we naar de lounge toe. En dan is het dan weer tijd om naar huis te gaan. Helaas. Ik heb nog steeds mijn shortje aan. Maar ik heb mijn lange legging mee, dus die ga ik straks omwisselen en aandoen. Oh, ik krijg Christmas. Ik heb zo zin in kerst en zo. Ik hou van die vibe. Kijk hier. Christmas. Love it. Nancy. We gaan weer 19 uur vliegen. Yay. Ik ga stuk. Maar we mogen niet klagen. We kunnen helemaal lang uit liggen, lekker. We zijn aangekomen in de lounge. Oh, een beetje lelijk licht. We gaan straks voor jullie die kleine mukbang doen. Volgens mij mag ik dit wel af nu. Ja. We doen het gewoon. We gaan die snoepjes voor jullie proeven. Maar eigenlijk wil ik ook even eerst even eten. Ik heb dus een trek gekregen. Even kijken of ze wat lekkers hebben. Oké, guys. We hebben superveel hier. We gaan even alles aan jullie laten zien wat we hebben. Jij moet ook wat nog in de handen. Ik ga niet werken anders. Kijk, nog meer. Dit gaan we allemaal voor je proeven. En, oh, we hebben nog iets hier. Oh ja. Sushi seaweed. En we hebben ook nog alle twee een drankje. Ik heb milk tea. En Nancy heeft tea bottle. Oh, yes, tea bottle. Oké, zullen we beginnen met een slokje van deze? Even kijken hoe het is. Ja, ik ken deze eigenlijk al. Ja, ik ken deze ook al. Maar ik weet niet of het deze lekker is. Ik ken gewoon milk tea in general. Cheers. Oh, lekker. Dit smaakt een beetje naar chocomel. Met? Maar witte chocolade. Oké, dit is lekker. Ja? Wisselkje? Nee. Deze is ook lekker. Zijn we scherp? Ja. Oké, met wat beginnen we? Ik denk deze. Japanese sauce. Ik wil eigenlijk met dit beginnen. Die lijkt me echt net. Nee, daar hebben we vast gehad. Daarom dit op het einde. Oké. Oké, we maken gewoon deze open. We kunnen er meer dan één openmaken. Oké, laat jullie hem even goed zien. Dit is, even kijken, ben ik scherp? Ja. Dit is seaweed met Japanese sauce flavor. Aan jou de eer. Oké.
schaduw. Oh, wat een lucht. Oh, het ruikt heel heftig. Het ruikt heel fishy. Oh, zien jullie ons wel? Het is gewoon zee. Ja, maar... Is dit chips? Ja, het is Japanese flavor. Zoutig, maar wel fishy. Oh, lekker. Het lijkt lekker. Oh, dat is lekker. Dit is veel lekkerder dan normale zeewier. Het is heel zoutig. Ja. Moet je iets dichterbij komen? Kom je iets dichterbij? Ja, mijn stoel schuimt. Ik geef dit jou een 8. Ik geef het ook een 8. 8,5. Wanneer? 9. Ik vind het heel lekker. Het is ook steeds gekker als je het lekkerder als je het eet. Deze ga ik zeker meenemen in de plane. Ik heb wel lekker moet deur aan. Goed dicht doen. Ja, ik heb hem echt zo van je open gemaakt ook. Ah, oh, lekker deze. Deze vind ik lekker. Ja. Oké. Okay. Ik geef deze een 9. Ik hou het op een 8, want de geur is wel toch mooi hoor. Maar die proef je niet als je hem eet. Hapjeslokje. Helemaal op mijn lip, kijk. Heel lekker deze, oké. Okay. Heb ik nog wat op mijn lip? Je gaat alles even hier neerleggen ook. Nee. Oké. Okay. Nou, nu mag jij, kies jij maar één. Dan ga ik voor deze. Oké, okay. Laat je zien wat het is. Crispy noodle snack. Lijkt me lekker. Hoeveel veel we hebben eigenlijk. We gaan niet meer eten hier in de lounge. Okay, nou. Jawel, ze hebben lekker soto ayam en saté, dus we gaan lekker eten zo. Okay. Oh, het lijkt van een noedels waar je zo water op doet. Dit is gewoon gedroogde noedel. Lekker. Dit is ook heel lekker. Heel lekker. Ja, we hebben genoeg eten voor in de plek. Ik ga zo meteen eten uitdelen. Mag ook wel 19 uur lang. Dus we hebben genoeg voorraad. Oh, is heel lekker. Dat is ook een 9 voor mij. Ik ga er ook een 9 van. Want hij is zeg maar... Hey, maar... Zoutig, maar niet te zoutig en hij heeft smaak. En hij is een goede crunch. Hij is niet zeg maar te hard zoals die echte noedel. Nee. Die heeft wel eens een droge noedel hapje gegeten, want ik heb het geprobeerd. Ik ook, maar dan is het maar ook dit een is veel lekkerder, deze is iets dunner. Dan breekt hij ook niet lekker in je mond. Weet je dan wat ik bedoel? Dit is heel lekker. Dit is heel goed. Oh, we hebben toch niet alleen maar lekkere dingen? 9. 2 negen. Oké. Okay. Nou, deze kennen we stiekem al. Deze heeft Poetie voor ons een keer gekocht, jackfruit chips. Maar we gaan kijken of die lekker is. Oh, hoe maken we dit open? We hebben geen mes. Een schaar. Oké, deze doen we op het eind dan. Oké, okay. Een schaar. Oké, okay, dan. Oh, nu is het wel erg. Oké, wacht. Leg wat we hebben gedaan even allemaal daar. Ja. Je moet eigenlijk weer een slokje nemen dan. Ik weet niet of ik deze nu al wil hoor. Jawel. Oké, nou. Deze heeft een Nancy uitgekozen. Volgens mij is één. Ik moet even dichter bij de kamer. Eén bonk suiker. En één bonk. Ik ben trouwens verbrand op mijn neus, heb je het gezien? Oh ja, weet je. Ja, een beetje rood. Je gaat vellen hoor. Nee, niet zeggen. Dit heet Champ Champ Ice Cream Mellow. Zo chemisch als ik weet niet wat. Maar. Er zit ook nog wat in. Filled with grape. Nah. Dat wou ik helemaal niet van. Nee, jij hebt hem uitgekozen. Hier. Oké. Okay. Oh, hij is hard. Is het hard? Het is een ijsje. Oh, het ziet er toch best wel lekker uit. Oh. Wacht, well, cheers. Het moet helemaal in je mond, of niet? Nee, ik ga hem happen, want dan weet ik wat erin zit. Ik vind het wel lekker. Ik vind alles lekker. Want het is een beetje crunchy in het ijsje. Ik zweer, het is gewoon lekker. Maar kijk, er zit wat in. Maar je proeft het niet. Ja, maar jij hebt het helemaal in je mond gedaan. Het is gewoon lekker, man. Dat had ik niet verwacht. Lekker snoepje. Wel een beetje taai. Ik geef er een 7. Ik hoef er maar eentje, zeg maar. Als je verder eet, ga je misselijk worden. Ik geef het een 7,5 wel. Oh! Oké, okay, nou. Mag ik nu kiezen? Ja. Oké. Okay. Verslokken hoor. Leuk dat je het zo mee bent. Ja. Toch? Als je het leuk vindt, laat in de comments weten. Misschien volgende meer. Oké, okay, dan ga ik toch voor deze.
Deze voelt zo vies, hè, guys. Het is het allemaal uitgekozen. Ik weet niet wat het is. Lychee. Het is lychee, maar het voelt echt zo flubbery. Volgens mij zit het echt een lychee. Ik zit er van het water in. Ja, maar er staat ook wat? Fruit taste. Het lijkt ook op een lychee balletje. Okay, misschien is het dan wel lekker, hè? Ja. Oh, kijk, er zit zo'n sip in. Ja, dus het is flubber. Dus dat kan niet dicht. Dit ruikt gewoon. Hey, dit ruikt echt van die geurstokken die we hebben gekocht. Ik denk dat het lekker is, hoor. Ja, ik denk het ook. Kijk, dit ziet het eruit. Een balletje. Een flubberen bal. Het lijkt, weet je die ene snoepjes, die yoghurt snoepjes aan Nederland? Daar lijkt het een beetje op. Okay. Het is gewoon lekker. Waarom is alles lekker? Nou, ik vind het lekker. Wow, het smaakt naar lychee, man. Het is gewoon lychee, maar dan een beetje gedroogd. In een snoep, in een dun snoepje. Ik geef het een 8. We dachten echt dat deze vies was, hè? Ik geef hem 8. Neem er nog één. Heel lekker. Wil je nog één? Ja. Ach, ja, het kan misschien misselijk worden. Ik wacht nog even. Maar ik vind het wel lekker. We hebben echt heel veel lekker eten van het vliegtuig. Ja, dit is helemaal top. Oh ja. Maar toch, deze is denk ik heel vies, hoor. Oh. Ja, we gaan het zien. We gaan nu voor deze. Okay, de Poppy Pop. Roasted corn flavor. Poppy Pop. Mensen kijken ons echt aan wat doen. Oké. Kunnen ook tegen de kaas zeggen, maar dat kan niet. Ik ben weer slap, hè. Ruikt wel lekker. Het ruikt heel erg naar mais. Ja? Dus jij gaat ik hou echt van mais. Lekker, wel sterke smaak. Heel erg knoflook. Maar lekker. Kan je hier een hele zak van eten? 8,5. Ja. Dit is een 7. Ik geef het een 7. Dat is te veel knoflook. Ja, ik hou van kruis knoflook. Ik hou van knoflook. Allemaal van knoflook en mais. Dus dit is de perfecte combi. Ja, ik geef het een 7. Ik vind dat we hele lekkere dingen hebben uitgekozen. Echt lekker allemaal. Oké. Your turn, alleen maar vieze dingen zie je. Oké, dan gaan we nog even op 7 spelen, ja? Dus jouw favoriet. Dit zijn Chicken Candies al. Maar niet deze Pocky smaak. Pocky's en Nancy, haar favorieten. We hebben het ook in Japan heel veel gegeten. Ja, met nootjes. Maar deze dit ken is Pocky's and Cream. Dus, let's hope it's good. Pocky's and Cream is trouwens Oreo flavor. Ik hoop dat het een beetje oké is hier. Zag ze maar heel oranje, maar op yellow. Ja, mijn handen zijn glad. Doe het op. Jij eens? Ga je gaan. Misschien van de onderkant. Hé, hey, die zit goed. Ja, we hebben hem. Oké. Let's go. Ja, prima. Wordt wel lekker daarna. Na smaak. Ik ben ook niet zo fan van witte chocolade. Ik heb dit een 7. Na eentje ben je wel. Ja, ik zie nog eentje. Nee. Maar ik doe het wel. Ik heb een 7, jij? 6,5. Oké. Maar geef mij maar die originele. Ja. Die is beter, hè? Ja. Oké, nou dan hebben we nog 2 dingen die me niet aanspreken. Ik denk dat deze echt niet lekker is en deze is denk ik wel oké. Oké, welke doen we eerst? Oh, zo'n blurry. Oké. Ik denk eerst deze. Okay. Tamarinde. Wat is dat überhaupt? Tamarinde. Het is zo'n soort... Ik weet dat mijn oma wel vroeger van die snoepjes had en ik ben nu de witte dat het ginger snoep was. Het leek op deze. Open hier. Daarom had ik deze genomen. Oh, het zijn een soort van... Zuurtjes. Soort die Werther's, die original. Ja, maar ja, daar lag het ook naast. Oh. Volgens mij had mijn oma deze vroeger en volgens mij vind ik dit lekker. Dit vind ik heel lekker. Dit zijn die dingen die mijn oma vroeger had. Oma Jeanette. Moet je eigenlijk aan je oma geven? Deze vind ik heel lekker. Ja, dit zijn die zuurtjes die ik als vroeger had. Lekker. Ik heb de goede gekozen.
Okay, ik dacht echt dat dit heel vies zou zijn. Nee, ik geef ze 9. Ik dacht dat het een beetje flubberig zou zijn. Nee, ik vind het heel lekker, deze smaak. Omdat dit doet me denken aan vroeger. Ja, lekker. Lekker toch dit? Ga jij je oma geven? Misschien eet ik ze zelf. Okay. Mijn oma heeft het nog wel thuis misschien. Lekker, hè? Lekker, maar nu moeten we heel lang... Gewoon kouwen. We moeten nog eentje. Eigenlijk nog 2. Ja, maar deze kennen we al. We kunnen deze ook dicht laten. We hebben er nog één, hè? Ja. In huis nemen. Deze echt heel lekker. Dit is heel lekker. Het hoogte jackfood. Ik laat van deze alle 2 eentje mee naar huis. Oké, neem jij één mee naar huis? Laat hem nog dicht. Ja. Dit is heel lekker. Ja. Oké. Last but not least. Your favorite. Die heeft Nancy nog last minute gepakt. Ik heb deze last minute gepakt en het is... Dit trekt me echt een spik of zo. Jam jam. Weet het. Ja, is lekker. Ja? Oké. Volgens mij moet je dit dippen. Ja. Ik krijg gewoon niks over mijn handen, ze zijn zo glad, dat is niet normaal. Maar deze is ook wel van, ja. Ja. Oh, mijn nagel. Moet je nog trekken? Moet ik een kruipje? Ja. Hele deze is met chocola nu, of niet? Ik heb nog een zicht met chocola. Nee. Oké, ik doe even het zuurtje uit mijn mond. Eeuw, die spikkels ook. Het ziet er heel chemisch uit. Ik ga even van jullie laten zien. Oh. Oeps, een beetje gewoon. Oké. Okay. Oké. Wat is dat voor gek ding ook? Ik weet het niet. Ik dacht dat het wit zou zijn. Oké, ik denk dus dat je eerst zo moet doen, Ham, hierin. En dan in die spikkel. Kijk, dan wordt het zo. Zien jullie hem? Oké, heb je? Ja. Maakt niet echt erg naar iets, toch? Ik vind alles lekker. Wat is dit? Weet je waar dit me aan doet denken? Vroeger had je toch ook van die sticks die in die chocola moest dippen. Ja. Hoe heette dat? Ja. Ik weet het niet. Alleen je proeft inderdaad, je proeft alleen die koekje, ja, eigenlijk. Ja, dat koekje is lekker. Ja. Wat geven we dit? Ik geef het wel gewoon een 7. 7. Ja. Nou, hoog 7 gescoord, die siwi dingen. Ja. En die noedels. Oh, die noem is lekker. Maar noem is lekker. Nou, zullen ja, we alles zijn? Lekker. Ja, dat was onze mini mukbang van Indonesische snoepjes. Ik vind het lekker. Ik wil nog een lychee'tje. Oké. Okay. Nog voor jou dan. Ik ga lekker denk ik een satay nemen. Of een soto. Okay. Nou, we gaan even eten en dan zien we jullie zo. Nou, ik heb lekker... Soto ayam gekozen. Nancy heeft lekker gekozen. Ik heb gekozen. Vega, mie. Ja. En we moeten nog een uurtje of een uurtje. 3 kwartier en dan kunnen we aan de gate. Dat is snel. Moet de vakantie erop. Ik had nog wel een week kunnen blijven. Ja, ik had ook nog wel een week kunnen blijven, maar ik mis ook weer de regular life. Ja. Ja, LA Sister Judy. We zijn twinning. Jij in het groen. Ik in het zwart. Ik denk dat het tijd is om te gaan naar de gate. Het is 9:10. 9 geworden. Ik wil ook moe. Lekker. Ik ga lekker slapen. Ja. Hoe lang is deze vlucht? 7 uur? Ik denk het wel. Maar we hebben dus een overstap. Nou ja, tank op Singapore. En daarna straight to Amsterdam. Ik ga de vlog afsluiten in het vliegtuig. Niet school geweest. Nee, in het vliegtuig. Neem ons nog een heel klein stukje mee in de reis. We made it to our seats. Even alles installeren, lekker. Sterk hoor, Nen. We made it. We zitten. Een leuke vakantie gehad. Ja, jij? Ja, heel leuk. Ja, het was weer een leuke girls trip, hè? Leuke girls trip. We hebben al Japan samen gedaan. En ik heb nog een verre reis in Japan samen gedaan. En nu Bali. Many more to come, hopefully. Sowieso. Fingers crossed. We hebben dus nu een overstapje straks op Singapore. En daarna rechtstreeks naar Amsterdam. Dus ik denk dat we deze maar de vlog gaan afsluiten. Wat denk jij? Ik denk het ook. Nou, ik hoop dat jullie het een leuk vonden. En dan zien we jullie heel snel, toch? Ja? Alright. Bye. You should move to LA with your best friend.